Hans, ik heb een vraag over creativiteit. Ik weet, ik ben theatermaker. En nu heb ik een stuk geschreven. Het was zo'n raar proces. Dus ik heb zo ongeveer in 1 uur of 1,5 uur geschreven. Zo hoort dat. Hoort dat zo? Ja. En ik probeerde dat volgens mij met mijn ego te begrijpen. Ja, dat gaat niet werken hoor. Want die was daar niet bij. Ja, uiteraard. Dus de kans op creativiteit neemt met rassen schreden toe, ja, naarmate het ego verder oplost. Ja. Echte creativiteit, hè? Niet therapeutische creativiteit. Nee, echt. Het schrijven, teksten. Ja, cool, dus dat gebeurt. Ja, en ik merk dan wel dat mijn ego dat terug wil en dan ga ik persen. Ja, en dan werkt het niet meer. En dan is het weg. Ja, yes. En zo hoort dat. Daarom moet ik zeggen dat ik het zelf altijd heel grappig vind, creativiteit en zo. En dan hoor je vaak over inspiratie. Ja. Ja, dat is allemaal belangrijk vanuit de ego-modus. Maar niet omdat ik zo, dat het zo mooi is of goed wat ik doe, maar inspiratie. Ik loop mijn hok in. Het is meer een kwestie van heb ik 1 of 2 uur de tijd. Ja. Of ik nou een gitaar pak of een papiertje of een synthesizer aanzet, er komt altijd iets. Soms wordt er niet de energie bijgeleverd om het uit te werken. Wat dan voelt als, ja, normaal mensen zou zeggen, ik heb er geen zin in. Maar een idee is er altijd. Het barst van de ideeën. Het is oneindig. En je verkrampt het zelf. Dus. Ja, uiteraard. En vandaar dat je dus krijgt van geen inspiratie, wel inspiratie. En dat wisselende, oh, ik heb een writer's block. Ja, dat komt alleen maar omdat je de hele teringzooi toe-eigent. Ja. Die ideeën maak je niet, die krijg je. En als jij het niet in de weg zit, dan staat dat zo op papier of het canvas of whatever, weet je wel. Creativiteit is een eitje. Ja. Tenzij iemand dat gaat claimen. En dan verstek je de boel. Je moet uit de, aan de kant. Dus daar geldt precies hetzelfde voor. Dat is vanuit de clear mind toestand, of liever nog ruimer, vanuit bewustzijn heel erg makkelijk, hoewel het wel zo kan zijn, dat die ik, die bijvoorbeeld kunstenaar wilde worden, wordt weggewassen en dat het hele onderwerpje gewoon niet meer interesseert. Dat zou kunnen. Ik heb een x aantal jaren geleden wat gewerkt met een paar kunstenaars en dat was hun vrees om met mij iets te gaan doen. Maar ja, maar als ik dadelijk al die woede en frustratie en shit kwijt ben, schilder ik en beeldhouw ik dan nog wel. Ja, we zullen zien. Het kan zijn dat je eindelijk iets nuttigs gaat doen. Ja, je noodzaak. Ja, dat zou kunnen. In beide gevallen is dat niet gebeurd. Hun werk is veranderd. Wat heel grappig was, de critici die van ze hielden, vonden dat niet fijn. Want het werk veranderde en ze waren gewend dat soort, ja, het was een beetje in elkaar gedrukt, ja, stuff, best wel geestig, maar goed, dat verkocht en dan gingen ze ergens dingen maken die groter waren en waar ruimte in zat en ja, dat was geen goede kunst. Ja, dat vond ik dan weer grappig. Ja, daarom. En zij gingen gewoon lekker door, weet je wel, en het is allemaal goed. Maar natuurlijk, dingen veranderen. Op het moment dat er iets verandert, veranderen de dingen. Ja. En ego mind houdt niet van veranderingen. Nee. Dus het is voor alles handiger om niet in die ego mind toestand te zitten. Nee. En het is ook heel geestig om op te merken, van dan gaat bijvoorbeeld een repetitie heel goed. En je begint te voelen waardoor dat komt, omdat jij dus niet in de weg stond, je stond het niet te doen. En dan komt daarna die ego-figuur van, goh, dat heb ik goed gedaan, zeg. Ja, nou, hij was daar helemaal niet, maar daarom ging het juist zo goed. Ja. En dan komt hij het claimen. Dus dat is gewoon één van de bewegingen van ego-mind. En dat is niks om een hekel aan te hebben, het is gewoon fucking funny. Ja. Dat doet hij altijd. Waarom is het maakproces zo leuk? Omdat die daar vaak verdwijnt. Yes. En in de herhaling zie je alleen maar dat het weer uit de ego wordt. Yes, yes. En dus ook in het claimen naar de hand. En dan gaan mensen heel stoer zitten doen over iets wat uit niet-ego voortkwam. Kijk maar.
En het leuke is ook nog een keer, hoe mooi of gaaf iets ook is, waar je van kunt genieten op het moment. Strikt genomen, het is allemaal leeg, het is helemaal niet belangrijk. Dus waarom we daar zo opgeblazen over moeten doen, ik begrijp het allemaal niet. Je hebt er alles maar gekregen. Weet je wel, en dan claimen we dat, ik heb dit en dat gedaan of gemaakt. Jongen, flikker toch op. Zo, er is weer iets gemanifesteerd hier. No problem. Zodra je je opstelt als iets, you're fucked. Ja, en dan wil ik daar bij mij aan de slag van, oh, dit moet ik heen of dit, die moet ik bij mij doen. Dit is diezelfde. Dus probeer gewoon door te krijgen dat het altijd hetzelfde liedje is. Stel mij op als iets, dan raak ik in problemen en dan wil ik als diezelfde iets die problemen gaan oplossen. Ja, iets zegt het is dan niet handig om steeds stenen in het water te gooien, maar ja, exact. Tegelijkertijd is er niemand die... Ja, dus observeer gewoon of er wel of geen stenen in het water vallen, maar doe niet mee. Want wat ego een beetje doet, die zegt van die vijver moet rustig. En iets, er valt een steen in en dan gaat hij zo op het water slaan om die golven stil te krijgen. Dan krijg je meer golven. Het is gewoon een kwestie van een klein beetje helderheid. Wat ook op een dieper level nog interessant kan zijn, wat gebeurt er nou eigenlijk echt als jij niks doet? Je mag je even over nadenken. Hoewel dat iets doen is, maar goed. Vinden de onderste vier plaats in de bovenste? Ja. Maakt het dan uit of het idioot is of bewustzijn? Voor dat niet. Voor het organisme wel. Het is alleen lastig dat de hele tijd dus die mensen die om me heen zijn, dat bevestigen. Ja, dit is belangrijk. Okay. Maar dat is alleen maar lastig zolang je ze gelooft. Daarom zijn wij er een groot voorstander van om dingen te onderzoeken en zelf te kijken. En niet maar de hele tijd te doen wat je gedaan hebt vanaf dat je zo hoog was. Iedereen op twee benen mag geloven. Ja, geloof ik wel, denk ik, als ik nou gewoon een paar... Nee hoor, nee hoor, maar een beetje. Net als al die anderen geloof je mij een beetje. Maar allerlei anderen ook. En daarom wordt het een zootje. Maar het beter is om helemaal niks te geloven en te kijken. Je hersens gebruiken. Iets geloven is een laagje leggen over de werkelijkheid. Iets weten, echt 100% zeker, uit eigen ervaring is iets anders. Dus waarom jij geen ashram gaat beginnen. Voilà. En sommige van die koeren wel. Ja, dan moet je ze lekker zelf weten, maar ik wil het niet. Been there, done that. Nee, dank u. Ik wil geen aanhangers, ik wil geen volgers enzovoort. Zodra je iemand volgt, loop je niet je eigen weg. Dus dat is heel simpel. Je kunt gebruik maken van iemand. Iemand kan je motiveren of inspireren of zo. Cool. Maar waar het om gaat, is daar jij.
Jij moet wakker worden en je hersens gebruiken, zou ik maar zeggen. Dat gaat niet door Jan Rapp en zijn maat te geloven. Er zijn er nog van die klootzakken die zeggen van ja, ik kan jou vliegen. Er zijn geen klootzakken, dat is een spelletje. Ja, een spelletje. Als jij niks gelooft, dan heb je daar geen last van. Maar ze zeggen bijna allemaal hetzelfde wat jij zegt, alleen ze zeggen, de mensen die met mij praten, ik kan ze met een uur. Oh, tuurlijk, en ze vragen $2000. Maar ja, als dat het geeft. Ja, ja, precies. Daarom zijn er hele volkstammen die daarin trappen. Maar waar zijn al die verlichten? Het is gewoon bullshit. Sales pitch. En ik kan de hele tijd zien dat ik dus handel op basis van geloof. Ik geloof dat die en die mij gaat redden. Het is nou precies dat geloof dat je iemand bent die al dan niet gered zou moeten worden, wat al je problemen veroorzaakt. Bevrijding is het wegvallen van geloof. En daarom noemde ik het wel eens van je geloof vallen. Geloven dat ik een afgescheiden wezentje ben, dat er andere afgescheiden wezentjes zijn, dat tijd reëel is, dat ik geboren ben. En al dat soort geloof. You don't know shit. Nou, realiseer, I don't know shit, en er is geen probleem. En de openheid om echt iets te leren. Ik zou aanraden om je rechtstreeks op bewustzijn te richten en niet op een of andere priester. Middlemen are dangerous. En voor de goede orde, alles wat je waarneemt is een manifestatie van bewustzijn. Dus Jantje, Pietje, die zijn niet meer bewustzijn dan een steen. Goed, iemand die gerealiseerd is van bewustzijn. Er is geen iemand die gerealiseerd is, okay. Er is alleen maar realisatie. And everywhere you look, it is. De enige reden dat zoiets nut heeft, is dat het je aandacht weghaalt bij je ego. Maar dat zou je dus ook, als je je aandacht volledig aan dat kussen daar geeft, zit je ook niet in je mind of je ego. Maar dit soort dingen raakt aan allerlei, sorry dat ik het zeg, een beetje Sinterklaasachtige, kinderachtige gevoelens van naar de Boeddha of de Heiland of wake the fuck up, weet je wel, je bent toch geen kind? Daarom zei Nisargadatta ooit van als je al iets aan wil aanbidden, aanbid bewustzijn of de levenskracht zelf. Nooit een iemand of wat jij duidt als een iemand. Fucking tricky business.